Hoe gaat het Heel De 33-jarige Sam is in hongerstaking. Zoals je ziet, ik meer dan 10 kilos. Sam, geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië, woont samen met zijn vriendje Mo en anderen in een kraakpand in het centrum. Hij kwam anderhalf jaar geleden naar Nederland als politiek vluchteling en LHBTIQ-plus-activist. Sam eet al 13 dagen niet meer. To me, we give me pijn. Compared to the pain of people in Gaza, It, it's my message in a statement, it's, it's uh, bigger than uh, the pain I have. Sam Willens staakt het vuren in Gaza en ook dat het internationaal strafhof en gerechtshof onderzoek doen naar de misdaden die Israël volgens hem pleegt. If I live daily with my normal life, not caring about people dying in Gaza, not people dying internationally around the world, I don't have no human values or principles. Vriendje Mo staakt niet mee. So you take care of your Yes. Maar in het kraakpad is nog een man die in hongerstaking is. Ze willen niet alleen aandacht voor het leed in Gaza, maar ook voor de Palestijnse vluchtelingen hier. Alle asielverzoeken van Palestijnen worden op dit moment door de IND aangehouden. En dus worden er geen verblijfsvergunningen toegekend. Dat was. Uh... Disappointed decision that comes from uh, a country that uh, respect fundamental rights, respect uh, should be respect uh, people freedom of speech. Sam zegt pas stoppen met zijn hongerstaking als hij het gevoel heeft dat hij gehoord wordt. I want to feel this pain. It's an honor. This is my people pain. This is my queer community pain. This is my feminist community pain. As a queer and as a person of color, as a human above all things.